We beginnen vandaag op de rug. Als dat gaat, Anna. En voor de rest op de rug, met de voeten op de vloer en laat de knieën tegen elkaar vallen. Draai je handpalmen naar boven. Ja, dit is een reclined child's pose. Een mooie houding om mee te beginnen, om beginnen te ervaren, waar te nemen, hoe je in je lijf zit. Als je ademhaling waarneemt, maak ze iets groter. En langzaamaan ietsje sterker. En voel waar de ademhaling initieert van binnenuit. Om daar de ademhaling te volgen naar de periferie van je lichaam. Geef wat extra aandacht aan de delen waar je ademhaling nog niet kan komen. Zo je ademhaling te visualiseren door je hele lichaam, ook je ledematen. Nog een paar ademhalingen hier. Hou die sterke ademhaling vast. Je kunt je tong tegen de achterkanten van je voortanden zetten. Dat geeft je ruimte in je holtes in je hoofd. Dan breng de knieën open, recht omhoog, boven de voeten. Dus parallelle benen. En dan maken we kleine bewegingen in het bekken. Door op de inademing je zitbordjes naar de vloer te draaien. En langzaam je buik op te tillen. En op je uitademing draai je zitbordjes naar boven toe en druk je onderrug in de vloer. Adem in, draai je zitbordjes in de vloer en til langzaam je buik, misschien een stukje borst omhoog. Adem uit, rol de zitbordjes naar boven en druk de onderrug in de vloer, misschien til je bek al ietsje omhoog. Adem in. Krul je zitbordjes onder je. Til je buik en je borst omhoog. En op die uitademing rond je rug, onderrug in de vloer. En duw de voeten, heupen ietsje omhoog. Adem in. Rol je zitbordjes naar beneden. Til je borst omhoog en duw af van de schouderbladen. Adem uit. Rol je zitbordjes naar voren, omhoog. En duw vanuit de voeten je bekken zo'n 5 centimeter omhoog. Nog een paar keer adem in. Rol je zitbordjes omlaag. Til je borst omhoog. Adem uit. Rol je zitbordjes naar boven. En til je heupen. Ja, dit zit man om. Iets omhoog. Laatste, adem in. Rol de zitbordjes naar beneden. Maak een holle rug, borst omhoog. Adem uit, duw vanuit de voeten. Til je bekken door je zitbordjes omhoog te draaien. Ja, that's nice. Dan adem in om naar beneden te komen. En adem uit voor niks. Dan breng je knieën naar links, allebei. En zet de onderste voet bovenop de bovenste knie. Ja, en flex je voet om je knie te beschermen. Dan breng je armen over je hoofd en pak je pols. En trek je armen naar dezelfde kant als de knieën. Zodat je een rek krijgt. Ja, en dan kun je Joost je knie open laten vallen. Wacht, ik zal hem even. Dus je knieën vallen naar links en dan zet je de onderste er bovenop, zo. Adem door de rechterzijde van je lichaam.
Ja, dat is Joost. Dat is hem. Dan laat je voet weer omhaken en kom op een inademing weer naar het midden. Houd je armen waar ze zijn en laat op je uitademing je knieën naar rechts vallen. Zet nu je rechtervoet op je linkerknie. Houd de voet geflext. En trek de handen ietsje in de richting van de knieën. Voel je meer de mederek aan de linkerzijde. Ja, dan onthaak je voet. Adem in, knieën omhoog. En breng je armen langs je lichaam. Dan laat je knieën naar één kant vallen om op je zij te komen. Dan duw af met je handen om op handen en knieën uit te komen. That's it. Druk de vingertoppen in de vloer, krul de tenen, adem in en adem uit. Duw af en til de heupen omhoog, downward facing dog. Hier een paar keer de knieën buigen. Om je, als we in het Engels zeggen, to walk out your dog. Om je hond uit te laten. Maar dat werkt niet in het Nederlands. Ja, dan kom je tot een stilstaande downward facing dog. Denk hier een rechte rug, dus kin iets in. Duw de vingertoppen in de vloer. Laat de hielen zwaar worden. Misschien zijn de benen nog gebogen als de rug wat stijf is vanochtend. Als de rug het oké vindt, dan maak de benen recht om de hielen zwaar te maken. Laatste ademhaling hier. Op je volgende uitademing buig je knieën, kijk tussen je handen. Stap je rechtervoet, linkervoet naar voren, adem in, halfway lift. En adem uit, ontspan omlaag. Laat je handen op je schenen. Dan adem in. Halfway lift, rechter rug. En adem uit, buig de ellebogen, forward fold. Adem in, halfway lift. En adem uit, forward fold. Nog één, adem in, halfway lift. En adem uit, forward fold. Dan zet je handen weer op de vloer. Adem in. En adem uit. Stap je rechtervoet, linkervoet weer naar achteren. Downward dog. Adem in. Trek jezelf naar plank pose. En adem uit. Duw jezelf naar downward facing dog. Adem in. Trek jezelf naar plank pose. Adem uit, duw jezelf naar downward dog. Ja. Adem in, trek jezelf naar plank. En adem uit, buig je knieën sterk. Oh, jullie gingen nog naar een dog. Oké. Als je naar een dog was, kom naar je plank. En adem uit, breng jezelf naar beneden. Dan op je volgende inademing, maak je benen sterk. Til je borst omhoog, cobra. En adem uit, kom naar beneden. Adem in, til jezelf naar cobra. En adem uit, kom weer naar beneden. Sterke benen, adem in, cobra. Hou hier even vast, adem. Duw af van de vingertoppen, duw de voeten in de vloer, maak de benen sterk. Stuur je staartbeen naar beneden. Op je uitademing kom je naar beneden. Krul je tenen onder je, duw met de vingers. Trek je heupen naar achteren, extended child's pose, gekrulde tenen. Duw de vingertoppen in de vloer.
Trek je heupen naar achteren. Maak je rug lang. Adem in. Op je uitademing til je heupen omhoog, dog. Buig je knieën, kijk tussen je voeten en stap je voeten naar voren. Ontspan omlaag. Adem in, halfway lift. Adem uit, zet je handen op je heupen. Adem in, kom omhoog. Rechterrug, stuur je zitpotjes omlaag. Dan breng de voeten bij elkaar voor een bekende half moon pose. Draai je handpalmen naar buiten, strek je armen over je hoofd. Verstrengel de vingers, wijsvingers omhoog, kruis je duimen. Duw de voeten omlaag, adem in, strek jezelf omhoog. Adem uit, buig je lichaam naar rechts. Til de linkerzijde van je ribbenkast omhoog. Knijp je binnendijen samen. Duw de voeten omlaag. Trek je navel naar achteren. Til de kin van de borst. En rol je onderste schouder naar voren. Rol je linkerheup naar voren. Stuur je zitbordjes naar de hielen. En trek de liezen omhoog. Nog één inademing. Til de zijkant van je ribbenkast omhoog. Zonder in te storten op de andere zijde, strek naar de andere kant. Adem in, kom omhoog. Linkerkant. Adem in, strek omhoog. Adem uit, buig naar de andere kant, de linkerkant. Druk de voeten omlaag. Trek je navel naar achteren. Stuur je zitpotjes naar de hielen. Knijp de binnendijen samen. Duw je heupen naar rechts. Trek de liezen omhoog. Trek je zitbordjes naar de hielen. Kin van de borst, knijp je handen samen. Rol je onderste schouder naar voren en rol je rechte heup naar voren. Knijp de handen om je schouders sterk te maken. Duw vanuit de voeten, rol het gewicht in de hielen. Adem in, til de rechterzijde omhoog. Adem uit, strek nog één keer naar links. Adem in, kom omhoog. En je armen ietsje naar voren. Rol vanuit je oksels in. Til je kin omhoog. Adem in. Strek je borstvingers omhoog. En adem uit voor je achteroverbuiging. Ga vanuit je bovenrug. Daarna je middenrug. En de onderrug als laatste. Duw de voet in de vloer 5. Til je borst omhoog 4. 3. 2. 1. Adem in, kom omhoog. En adem uit, kom naar voren toe. Strek naar voren. Uit, over en naar beneden. Je kunt een paar keer de hielen optillen om de heupen ietsje uit te lopen. Dan breng je ellebogen achter je kuiten. Denk de vingertoppen achter de hielen. Als je ruimte nodig hebt in je heupen, onderrug, breng de voeten ietsje uit elkaar. Rol naar voren, duw de voeten omlaag. Til je zitpotjes omhoog. Trek je schouderbladen omhoog. En strek je borst langs je dijen richting de knieën. Kijk naar je tenen ongeveer, de bovenkant van je voeten. Strek de kruin van je hoofd omlaag. Til je zitpotjes omhoog. En duw de voeten omlaag. Change. Met armen en oren samen, kom omhoog met de rechterrug. En breng je armen langs je zij, omlaag. Nou, breng de voeten heupsbreed uit elkaar, dan stap je rechtervoet uit. Voor chair poses. En je armen naar voren, parallel met de vloer. Breng je oksels naar achteren en omlaag. Adem in, borst omhoog. Adem uit, ga zitten naar achteren. Trek je heupen naar achteren. Duw je hielen in de vloer. Til je navel omhoog. Strek je vingers naar voren.
Ga vanuit hier naar het tweede gedeelte van de houding. Dus rol het gewicht naar de tenen toe. Til je hielen omhoog. Stuur je zitbordjes naar beneden. En je borst omhoog, rechterrug. Spring je schouders boven je heupen. Rol de wreven naar voren. Til je knieën omhoog. Strek de kruin omhoog. Vanuit hier knijp de knieën bij elkaar. Laat de hielen ietsje zakken en kom langzaam ietsje lager naar de vloer, als de knieën dat willen. Blijf daar waar jij het vol kan houden, blijf de dijen stevig samenknijpen. Eerst een adem in en op de uitademing kom langzaam weer omhoog. Armen langs je lichaam, houd de voeten heupsbreedte uit elkaar. Take a breath om door te gaan naar de volgende. Vanuit hier een chair pose. Adem in, veeg je armen naar voren, trek je heupen naar achteren, armen omhoog. Adem uit, forward fold naar beneden, handen op de vloer. Adem in, halfway lift. En adem uit, stap je rechtervoet, stap je linkervoet naar achteren, dog. Adem in, til je rechterhiel omhoog. Adem uit, stap je rechtervoet ver naar voren. Draai je linkervoet plat in de vloer, de tenen ietsje in. Dan duw vanuit de voeten, til je linkerarm omhoog als molenwieken en je rechterarm naar voren. Warrior 2, kijk over je middelvinger naar voren. Trek je rechter zitbordje onder je. Duw beide voeten in de vloer. Ik zou moeten iets bijstellen, grotere stap, zodat ik dieper kan gaan zitten. Ja, dus duw je voeten in de vloer. Houd je heupen sterk. Huk je heupen, als het ware. Adem in, strek de rechterzijde. Adem uit, laat je rechterarm aan de binnenkant van de knie. En strek je linkerarm recht omhoog. Als je gewoon nek goed voelt, kun je nek ook twisten. Kijk dan omhoog naar je bovenste duim. Kin naar je linkerschouder. En anders kijk je naar beneden. Trek de zitbordjes naar elkaar toe. Duw de voeten in de vloer. Dan adem in, kom weer terug naar Warrior 2. Draai naar voren op je voet en breng je handen naar de vloer. Dan loop je handen over de vloer naar het midden. En loop je handen over de vloer naar de achterkant. Hier zet je rechtervoet haaks op de linkervoet. Zodat we hier de andere kant van de Warrior 2 kunnen doen. Maar nu kijken we naar de andere kant. Dus misschien zie je je eigen beeldscherm niet meer. Maar adem in, til je rechterarm omhoog. Als molenwieken. Warrior 2 aan de andere kant. Dus nu zie je 180 graden andere kant van je ruimte. Trek hier je linker zitbordje onder je. En kijk over je linker middelvinger naar voren. Druk je voeten omlaag. Blijf sterk ademen. En heuk je heupen naar het midden toe. Houd je linker zitbordje onder je. En blijf je linkerknie boven je enkel sturen richting de richting van de tweede teen. Op je volgende inademing strek de linkerzijde. Adem uit, breng je linkerarm aan de binnenkant van de knie. Strek je rechterarm recht omhoog. Kijk naar je grote teen op de vloer of als je nek goed voelt, twist je nek net als je rug. En kijk dan omhoog naar je rechter grote duim. Ruk de voeten omlaag. Trek de zitbordjes naar elkaar toe. Trek je navel van links naar rechts, dus twist van boven de navel. Rechtsom. Dan adem in, kom omhoog
Blijf met je benen gebogen, je linkerbeen. Draai nu op je achterste voet armen wijd. Breng je handen naar de vloer. Loop je handen weer naar de zijkant. En blijf hier aan de zijkant voor straddle pose. Stretching, separate leg stretching. Plaats de handen onder je schouders en buig de knieën, ook al kun je dat aan met jouw hamstrings. Nou, met veel gebogen knieën, til hier vanuit de zitbordjes omhoog en duw vanuit de handen in de vloer. Misschien zijn de benen nog steeds gebogen, maar in ieder geval heb je de zitbordjes omhoog gestoken en houd je de borst naar beneden. Als je met de lange benen, rechte benen, nog steeds ruimte hebt, dan kun je de handen wat achter je, naar achteren lopen, onder je lichaam. Houd de schouders weg van de oren en strek je lange rug. Ja, breng je borst, dag maar, naar voren. That's it. Dan komen gelijk je zitbordjes omhoog gestoken. Als je naar andere handen naar achter had gelopen, loop ze weer terug naar voren. Plaats je handen op je heupen. Duw je voeten in de vloer. Adem in. En duw langzaam de vloer van je af. Kom met een rechterrug omhoog. Dan stap je linkervoet naar rechts. Armen langs je zij. En draai weer terug naar de voorkant. Handen op je heupen. Duw je linkervoet in de vloer. En til je rechterknie omhoog. En trek je knie met beide handen. Punt je voet. We gaan naar een Bikram Tree. Dus plaats de hiel in je kruis en roteer in je heup. Pak van onderhand met links. Als dat te gevoelig is voor je knie, laat de knie niet los. Of houd de knie omhoog. Ja? Laat als je kan je rechterduim op je borstbeen. En trek je linkerheup naar achteren. Duw de voet in de vloer. Oeps. Strek je kruin omhoog. Trek je navel omhoog. En stuur je zitbordjes omlaag, terwijl je schaambot iets omhoog trekt. Dan kom met je knie omhoog. Houd hem met je rechterhand vast. Blijf hier even staan om je buikspieren te voelen. En dan knie omlaag. Ja, that's it. Andere kant. Duw je rechtervoet in de vloer. Til je linkerknie omhoog. Trek met beide handen je knie naar je borst. Trek de hielen in je kruis. Vind de rotatie in je linkerheup. En pak van onderhands met rechts. Kun je de knie loslaten? Laat dan je duim op je borstbeen. Houd anders de knie vast waar het nodig is. Ja, dat is helemaal oké, Joost. Trek je standheup naar achteren. Stuur je zitbordjes naar beneden. Strek je borst omhoog. Trek de schouderbladen op je rug. Dan ben je knie weer omhoog. Houd hem met je linkerhand vast. Flex je voet. Voel je buikspieren. Dus je kunt af en toe wat minder de knie vasthouden met je hand. En dan laat je knie weer los. Adem in en adem uit. Voeten bij elkaar. Adem in, veeg je armen door naar voren. Chair pose. Trek je heupen naar achter en adem uit. Zwaai je rechterarm onder je linkerarm. Verstrengel je armen. Duw je linkerhiel in de vloer. Til je rechterbeen omhoog. Verstrengel je benen. Knijp je binnendijen samen. Trek je heupen naar achteren. Til je borst omhoog. Trek je schouderbladen omlaag. Vanuit hier naar balancing stick. Breng de knieën naast elkaar. Breng je armen uit elkaar. En verstrengel je vingers, duimen en wijsvingers naar voren. Nou, strek je tenen naar achteren.
En je vingers naar voren, voor je hier je balancing stick kunt maken. Kaarsrechte rug, kaarsrecht lichaam. Til de standheup omhoog en strek je lichaam in tegengestelde richtingen. Dan maak je handen los en breng je handen naar de vloer. Rijk je rechtervoet ver naar achteren, een hele grote stap. En houd je achterste been recht. Sta hier. Dan laten we langzaam de handen van de vloer los. Adem in, strek je armen naar voren. In het verlengde van je rug. Dus je rug gaat niet omhoog, maar blijft naar voren. Dan breng je rechterarm op je rechterbil. En je linkerarm om je middel. Kijk nu naar achteren. Twist. In je high lunge. Andere kant op, Anna. Dus je rechterarm gaat over, ja, je linkerbil. Dan kom naar voren weer, strek je armen naar voren. Stap je rechtervoet terug naar links. En zwaai je linkerarm onder je rechterarm. Verstrengel je arm. Duw je rechtervoet in de vloer, til je linkerbeen omhoog. Verstrengel je benen. Trek je linkerheup naar achteren. Til je borst omhoog. Duw je rechterhiel omlaag. Breng je knieën naar het midden. Door je linkerheup naar achteren te trekken. En langzaam breng je knieën naast elkaar. En je borst naar voren. Open je armen, verstrengel je vingers, wijsvingers naar voren. En strek je linkerbeen tenen naar achteren. Strek je armen naar voren, balancing stick. Aan de andere kant. Til je standheup omhoog. Trek je buik omhoog. Strek je lichaam in weerszijde toe. Nou, maak je vingers los. En breng je handen naar de vloer. Strek je linkervoet ver naar achter. Een hele grote stap. Houd je achterste been sterk. En hier heb je nog steun van je vingers. Maar dat komt zo meteen op je sterke onderbenen. Of je onderstel. Je hele benen en heupen. Adem in. Strek je armen naar voren in het verlengde van je rug. En plaats je linkerhand over de buitenkant van je rechterbovenbeen. Hand op je bil. En breng je rechterarm om je middel. Houd je achterste been recht. En je linkerheup iets omhoog. En twist. Adem in, kom uit de twist. Strek je armen naar voren. Stap je linkervoet mee naar rechts. En breng je armen langs je zij, kom omhoog. Adem in, strek je armen omhoog. En adem uit, kom naar beneden. Adem in, halfway lift. En adem uit, stap je rechtervoet, linkervoet naar achteren voor dog. Adem in. Kijk tussen je voeten. Stap je voeten naar voren. Breng je armen naar voren. Squat. Vanuit die squat. Breng langzaam je heupen omlaag. Tot de billen naar de vloer. Ja. En dan rol. Hup, heb ik de ruimte. Naar je rug. Op de vloer. Houd je voeten op de vloer, dichtbij je billen. We gaan naar bridge poses. Draai je duimen naar buiten. Duw je voeten in de vloer. Adem in. En adem uit. Rol je zitpotjes naar voren. Til je borst omhoog. Duw je armen in de vloer. Duw de voeten, breng je knieën naar
De voorkant en houd je borst omhoog. Op je uitademing kom je naar beneden. En laat je knieën naar elkaar vallen. Tweede set. Houd de knieën weer heupsbreedte uit elkaar. Dit keer kun je in de houding je vingers verstrengelen onder je rug. Adem in. En adem uit. Duw de voet in de vloer. Verstrengel de vingers als het goed voelt voor je schouders. Anders de handen open. Maar duw met je armen. Duw met je voeten. Til met je borst. En til met je heupen. Laat de knieën niet wijder gaan dan de voeten. Breng de knieën naar voren als je de voeten in de vloer duwt. Til de borst omhoog. En kom langzaam naar beneden. We doen er een derde bij. Dit keer kun je, als je wil, je armen over je hoofd brengen. En als je de armen over je hoofd brengt, trek dan de schouders in. Dus laat de schouders niet uit je rug trekken. Anders houd je je armen langs je lichaam, dat is ook goed. Adem in. Adem uit, duw van de voeten. Til met je heupen. Vintagels op de vloer. Duw de voet in de vloer. Til je borst omhoog. Houd de schouders in je rug. En adem uit, kom weer terug naar beneden op de vloer. Breng je armen naar voren, til de knieën omhoog, voeten omhoog. Adem in. En adem uit, wieg jezelf naar voren voor boot. Bootpose is met een rechte rug. Dat gaat niet, Anna, ik weet het. Dan mag je even lekker liggen, hij duurt niet lang. Als je de vingers van de vloer kunt halen, dan breng de vingers naar voren. Maar weet wel dat je onderrug omhoog moet duwen. Dus je gaat altijd actief met de buik. Een vouw in je bekken. Ja, dat is even de balans vinden. En dan kom langzaam naar beneden. Gebruik je buikspieren. All right. Dan strek je linkerarm, linkerbeen recht. Til je rechterknie omhoog. Wind removing pose. Trek je knie richting je oksel. Duw de knie in je hand. Handen. Waar je de schouders naar beneden trekt. Dan laat los met je rechterhand om je rechterarm onder je knie te haken. Pak dan je rechterpols met je linkerhand. Flex je rechtervoet. Adem in. En adem uit. Beam je hiel omhoog. Dus een kick met je hiel. En je houdt het tegen met je arm die gehaakt is. Dat je langzaam je been rechter kunt maken. Misschien helemaal niet recht vandaag, maar we streven die richting op. Dan laat langzaam je voet los, de spanning. En pak met je linkerhand je rechterknie. En trek je rechterknie helemaal naar links op de vloer. En breng je rechterarm naar opzij. Als je knie naar links gaat, hoofd naar rechts. Twist voor je rug. Adem in, kom uit je twist, kom maar op je rug. En strek nu je rechterbeen uit.
Flex je rechtervoet. Til je linkerknie omhoog. Verstrengel de vingers over de linkerknie. In wind removing pose trek je knie richting je oksel. Trek de knie, maar duw de knie ook in je handen. Trek je linker zitbordje naar achteren. Trek je navel in. Houd je kin tegen je borst. En druk de schouders weg van de oren. Dan houd met je rechterhand je knie vast. Haak je linkerarm onder je knieholte. Pak vast met je rechterhand pols. Dus de linkerpols met de rechterhand. Flex je linkervoet, hiel. En trap de hiel omhoog. Houd je linkerknie dichtbij. Wind die trap. Kik. Houd je rug plat in de vloer. Je beide voeten geflext. Je buik in. Adem langzaam. En laat je knie weer ontspannen. Pak je linkerknie met je rechterhand. En trek je knie naar de rechterzijde van je mat. Laat je linkerarm wijd uit aan de linkerkant. Kijk over je linkerschouder. Trek je linker zitbordje naar achteren. Twist, wring je navel uit. Van rechts naar links. Op een inademing kom je terug omhoog. Til beide knieën omhoog. Til je hoofd omhoog. Flex je voeten. En pak de buitenkant van je voeten vast. Voor happy baby. Dan breng langzaam je hoofd weer naar de vloer als dat gaat. Duw de hielen omhoog. En krul je lage rug in de vloer. Dus je wil hier niet te veel spanning op de lage rug. Dus daarom wil je hem recht hebben. Als het nog niet gaat, dan doe wat mogelijk is. Als je nog niet bij de voeten kunt, dan kun je ook lager pakken bij de kuiten. Of bij de knieholte. Uiteindelijk komen we daar wel. We hebben de tijd. Ja? Stuur de knieën richting je oksels. De hielen omhoog. Ja, goed zo, Joost. Laat de voeten los. En breng langzaam je rug weer naar de vloer, je benen op de vloer. En strek alles lang uit in de Shavasana pose. Neem een diepe inademing door je neus. En uit door je mond. Nog een diepe inademing door je neus. En uit door je mond. Nog één keer. Sluit je mond. Sluit je ogen. Ontspan je liezen. Ontspan je billen. Ontspan je schouders. Ontspan de ogen. Je oogballen vallen zwaar in je hoofd. Ontspan je kuiten. Ontspan je voetzolen. Ontspan je vingers en de binnenkant van je handen. Ontspan je oksels en de binnenkant van je ellebogen.
aan je knieën. Ontspan je oren. Neem de tijd in de vloer, op de vloer, in de vloer. Neem zo lang als je wilt. Normaal gesproken zou ik zeggen, dit is een mooie voorbereiding op je Koningsdag. Om tegen alle drukte te kunnen. Om bij jezelf te blijven. Nog steeds een goed idee om bij jezelf te blijven. Het zal wat rustiger zijn. Ik zet jullie even op unmute om samen af te sluiten. Dank voor jullie komst. Hoest het denk ik mee. Ik wens je een hele fijne dag. Namaste. Namaste. Namaste.